nooit gedacht dat dit mij kon overkomen. Dat zeggen wel meer jongeren die betrokken geraakten in een zwaar verkeersongeval. Maar als we op maandagmorgen de balans opmaken, dan blijkt vaak dat de meerderheid van de slachtoffers van weekendongevallen jongeren zijn. En als we dit aantal willen doen dalen, dan moeten we de krachten bundelen. En daarom onderneemt het BVV zelf acties en steunt een tal van andere initiatieven. En we beginnen vandaag hier in Carré met het Quality Night Charter. Met het Quality Night Charter beogen wij het vergroten van de geloofwaardigheid naar de lokale en ook de overheidsinstanties toe, als ook naar klanten, naar ouders toe, dat we wel degelijk met gezondheid en veiligheid in uitgaan begaan zijn. En als wij een voortrekkersrol kunnen spelen in nightlife naar horecazaken toe, dan vervullen we die rol eigenlijk met veel plezier. Ja. Clubs zoals Carré die het Quality Night Charter ondertekenden, bieden hun bezoekers een aantal basisdiensten aan. Zoals bijvoorbeeld getraind personeel, oordopjes, condooms en gratis water voor mensen in nood. Bovendien houden ze zich aan de geluidsnorm van 100 decibel en ze nemen ook initiatieven om veilig verkeer te bevorderen. Naar verkeersveiligheid toe hebben we toch wel de alcoholtesters die we ter beschikking stellen. Dat is ook iets nieuws. Als ook de taxidiensten waarmee we zeer goed samenwerken, die hier ook vaste plaatsen hebben op de parking. Taxi is ook het. Als mensen iets te veel gedronken hebben, dan kunnen zij daar makkelijk en zeer snel beroep op doen. Om het aantal ongevallen met jonge chauffeurs te doen dalen, zal het BVV met de actie Go for Zero Driver ieder weekend aanwezig zijn aan de ingang van een discotheek of op een festival. Aan groepjes jongeren wordt gevraagd om zich te engageren om hun vrienden veilig thuis te brengen. De chauffeur van het gezelschap zal eerst deelnemen aan een korte quiz en als beloning ontvangen ze allemaal een groepsfoto met daarop informatie over verkeersveilig gedrag en een verwijzing naar goforzero.be. Ik vind dat een goede campagne. Dat wordt er toch nog eens met je neus op de feiten geduwd, wat er eigenlijk kan gebeuren als je drinkt of drugs pakt en met een auto rijdt. Dat is belangrijk. Ik vind ook een verantwoordelijkheid dat je pakt voor je gasten als je die meeneemt. Dus. Ik vind het heel knap dat je ook kan uitgaan en zich amuseren zonder te drinken. Omdat je dan veilig rijdt als je een bob hebt, dan zit je zeker veilig thuis. Als we volgende keer gaan feesten, dan ga ik wel rijden en dan drink ik niet. Hè. Zo worden de jongeren bewust dat er risico's aan verbonden zijn als je toch onder invloed of zo rijdt. Ongevallen tegenwoordig met een auto, dat is toch wel bijzonder veel dat je dat zo opnieuw hoort. Dus ik vind dat zeer goed. Het BVV voert samen met M&M de campagne Je eerste 1500 kilometer zijn goud waard. Je eerste 1500 kilometer zijn goud waard, omdat in die eerste 1500 kilometer het ongelukkenrisico 3 keer hoger ligt dan anders. En je dus ook je rijstijl, zoals bij ons allemaal, daar ontwikkelt. We wilden bij M&M samen met het BVV dat dat toch voor een paar jongeren op zijn minst goed zou gaan. Dus wat hebben wij gedaan met een grote wedstrijd, massaal veel inschrijvingen, hebben we 2 gelukszakken geselecteerd die van ons deze zomer een veilige wagen krijgen om die 1500 kilometer mee af te leggen. Begeleiding, zodat ze zeker een goede rijstijl krijgen. En ze mogen naar allerlei leuke events en festivals als een soort van ambassadeurs van M&M rijden in de hoop dat ze die zonder kleerscheuren doorkomen, die 1500 kilometer. Heel de maand juli moet ik zowel chauffeuren voor M&M, voor de DJ's op de festivals en daar zelf ter plaatse ook campagne voeren voor het veilig rijden bij jongeren en tegen dronken rijden. Zeer gevaarlijk, je ziet elke dag dat er jongeren omkomen tijdens ongelukken. Jongeren moeten hun verantwoordelijkheid eigenlijk ook leren nemen. Al deze initiatieven dragen ongetwijfeld bij tot meer verkeersveiligheid. Maar het is ook absoluut noodzakelijk dat de jongeren zelf hun duit in het zakje doen. Want heel wat van die ongevallen zouden kunnen vermeden worden als de chauffeurs geen risico's zouden nemen en verantwoord achter hun stuur zouden kruipen. Kortom, samen kunnen en moeten we er iets aan doen. Laat ons dus met z'n allen streven naar nul verkeersdoden of go for zero. Volgende week geeft Kijk Uit een aantal nuttige tips om veilig met je caravan op vakantie te gaan.